Hoi allemaal! Het is super warm, de mussen vallen van het dak, maar ik ben me al de hele dag aan het verheugen op het opnemen van deze look. Ik zeg de hele dag omdat ik eigenlijk hem vanmorgen al op wilde nemen, maar ik had een product in gedachten en dat werkte niet goed. Toen ben ik gaan zoeken online van wat kan ik dan, want ik was al bij de Ethos geweest en Kruidvat en overal. En toen zag ik iets bij Kiko, dus ik ben vanmorgen naar Kiko gespoed, of vanmorgen eigenlijk vanmiddag. En nu ben ik compleet. Dus laten we maar beginnen. Ik heb zand in tussen mijn tanden zitten. Oh, ik ben net met Niels in de zandbak geweest. Dat is niet goed. Ik heb de basis al gedaan. Omdat ik heb gewoon eigenlijk gedaan wat ik altijd doe. Ik heb alleen extra zonnebrand opgedaan. En daar overheen heb ik mijn Ethos CC Cream. Ik moest even nadenken. Ik heb een heel klein beetje blush gedaan. Omdat ik dus al de hele dag zo rondloop. Mijn wenkbrauw gedaan. Maar nu gaan we beginnen met het leuke werk. Namelijk een festival look. Ik zag een tijdje geleden in een tijdschrift een superleuke look staan met gouden sproetjes. En daar ben ik helemaal door geïnspireerd en ik heb zelf sproetjes. En ik dacht, hoe leuk is het om een keer gouden sproetjes te doen. Dus dat wilde ik vandaag gaan doen. Even mijn haar vast doen. En ik zag een look wel heel overdreven en ik dacht, ik ga het iets subtieler doen. Zeg maar iets wat je ook echt kunt dragen naar een festival. Nou, en mijn grootste missie was dus de zoektocht naar het goud. Maar daar komen we zo op. Laten we maar gewoon beginnen. En ik begin met de ogen. En daarvoor ga ik als eerste dit product gebruiken. Als een soort oogschaduwbasis. En dit is de Kiko Summer 2.0 Eyeshadow. In nummertje 01. En dit is een soort stick. En die zag ik liggen. En toen dacht ik, dit past eigenlijk wel heel erg perfect bij mijn plan. Dit was niet degene waar ik voor naar Kiko ging. Maar ik dacht, dit is een mooie basis. Want goud is wat het gaat worden vandaag. En vandaag ga ik helemaal niet naar een festival. Ik ga zo meteen lekker het water in met Niels. Dus ze zullen me wel aankijken wat die vrouwen allemaal voor wilderigheid. Maar dat maakt niet uit. Maar ik ga natuurlijk nog wel naar festivals deze zomer. En ik denk echt dat dit een look is die ik ga maken. Want ik word hier echt heel blij van. Ik heb hem nog niet geprobeerd, want ik heb hem dus getest met iets anders en daar werd ik niet blij van. Maar ik heb wel nu al wel getest of het goud wat ik in gedachten heb voor de sproetjes, of dat blijft zitten. En dat blijft echt zitten als een huis. Dan moest ik er echt afkrabben, zeg maar. Met wassen ging het er niet af, maar echt met krabben ging het er pas af. Dus ik dacht, nou, dat gaat goed. Ik breng dit aan op mijn bewegend ooglid en een beetje in mijn binnenste ooghoek. Dan ga ik oogschaduw eroverheen doen en ik zag toevallig bij Kiko deze en die vond ik er heel mooi uitzien. Dit is de Kiko Milano bij Benedetta Brigitte, ik kan het niet uitspreken. Mini Divas Baked Eyeshadow in nummer 1. En die ziet er zo uit, heel schattig en klein. En dit is hem en die kan je nat en droog aanbrengen. Ik ga hem nat aanbrengen met dit kwastje van Eco Tools. Zodat hij lekker intens wordt. Deze is iets meer rozig, maar je kan het ook super goud doen. Maar ik vond het wel leuk om het een beetje te mixen, dat het niet... Nou ja, wel goud wordt eigenlijk. Maar dat, zeg maar, mijn sproetjes moeten de eyecatcher zijn. En je kunt natuurlijk ook zoveel en zo weinig goud gebruiken als je wil. Maar ik begon namelijk mijn missie met dit product van L'Oréal. Dit is de L'Oréal Eye Paint. En die wil ik nog langs mijn wimperrand aanbrengen. Hier wilde ik eerst de sproetjes mee maken, maar dat ging niet werken. Het bleef op zich wel zitten, alleen je kunt er gewoon niet mooie fijne sproetjes mee maken. Hiermee maak ik dus zeg maar een extra goudrandje als een soort eyeliner. Op mijn onderste wimperrand. Nou, voor een klein beetje definitie zeg maar in mijn crease breng ik gewoon een beetje van de bronzer aan die ik ook op mijn gezicht heb gebruikt. Dit is de Body Shop Honey Bronze in medium volgens mij. Ik heb hem al 100 jaar. Medium mat. En dat doe ik gewoon alleen maar om een beetje diepte te creëren. Dus maakt eigenlijk niet uit wat je daarvoor gebruikt. Maar ik vind dan brons wel mooi staan bij dat goud.
Ik gebruik nog een klein beetje van de oogschaduw, maar dan droog op mijn, als mijn highlighter onder mijn wenkbrauw. Niet te veel. Ik laat het even drogen. Ondertussen ga ik blush aanbrengen. En ik had hem al op, maar ik ga hem nu wat extra aanbrengen. Dit is de Milani Baked Blush in Luminoso. Maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat voor blush. Als hij maar, ja, ik zou wel zeggen iets van koraal of iets. Of als er al een roze glansje in zit, is het natuurlijk helemaal top. Dan ga ik mijn wimpers krullen. En dan pak ik de Essence Lash Princess Fos Lash Effect Mascara. En die breng ik aan. Je kunt natuurlijk ook nog valse wimpers of zo doen, maar dat vind ik dan weer niet zo nodig. Want ik al zei, ik wil echt dat de focus op die sproetjes komt te liggen. En omdat het een festival is en je gaat altijd al zweten, het is warm, of het gaat regenen, maar meestal is het lekker warm. Gebruik ik ook nog even een waterproof mascara. En dit is de Maybelline Lash Sensational. En die breng ik als soort topcoat aan. Je kunt natuurlijk ook kiezen om alleen maar waterproof te doen. En dat doe ik ook een beetje op de onderkant. Maar dat doe ik altijd een beetje subtiel. En dat vind ik bij mezelf niet zo mooi. Als het te heftig is. Zo. En dan natuurlijk waar we het allemaal voor doen. De gouden sproetjes. Of eigenlijk heb ik twee kleuren. Want ik zag twee dingen bij Kiko waar ik blij van werd. Dit is degene waar ik eigenlijk voor ging. Dit is de Kiko Supercolor Eyeliner. En dit is nummer 101. Er staat Shake Well Before Use. Dus dat gaan we even doen. En het mooie is dat deze een heel fijn puntje heeft. Dus hier kunnen we hele mooie sproetjes mee maken. Maar welke ik ook heel leuk vond is deze. Dit is de Kiko Glitter Eyeliner. En ik dacht, ik ga gewoon een lekker mixje maken. Want waarom ook niet? En dit ga je eigenlijk gewoon zo doen als je... Kijk, ik heb sproetjes, dus voor mij is het makkelijk. Maar gewoon op de plekken, je neus en je wangen, waar je meestal sproetjes hebt, zeg maar, van de zon. Ik heb ze overal, maar ja, dat kan je natuurlijk ook doen. Maar ik zou dan wel kiezen voor gewoon dit stukje. En dan subtieler dan wat ik op de foto zag. Ik zal even kijken of ik hem hier nog ergens kan plakken, zeg maar, mijn inspiratiefoto. Maar laten we maar gewoon beginnen. Met stipjes. En je kunt ervoor kiezen om kleinere te doen, grotere te doen. Ik vond het wel leuk om subtiel te doen, omdat je dan juist een beetje dat effect krijgt dat je alleen maar gewoon af en toe als er zon op komt, dat je ineens zo'n heel mooi stukje sproetje ziet. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. En wat ik altijd... Ik weet niet of je het al een beetje kunt zien. We gaan het zo aan deze kant doen. Dan zie je het beter, denk ik. Wat ik zelf altijd het meest lastig vind bij dit soort dingen, is zorgen dat ze er echt random op gaan. En dat het dus geen patroontje wordt. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Het is echt mega cute, al zeg ik het zelf. Vooral ook leuk op de appeltjes van je wangen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien op camera. Ik hoop het zo, want het is echt iets zo pretty. Ik ben nog een beetje aan het rondsparkelen. Goed. Dit droogt gewoon vanzelf op. En dan ga ik ondertussen met de glitter eyeliner aan de slag. Ik doe hem even met je rollen. Zodat de glitters goed verdeeld zijn. En ja, dit doe ik gewoon voor de leuk. Je kunt het ook gewoon alleen bij goud houden. Deze doe ik overigens niet op mijn neus. Want dat vind ik dan too much, zeg maar. Je neus vind ik wel leuk om een heel klein beetje dat je dat goud ziet sprankelen, zeg maar. Maar hier zitten natuurlijk allerlei kleurige glittertjes doorheen. Af en toe even lachen, zodat je goed de appeltjes van je wangen ziet.
En dan ga ik als laatste een paar stipjes doen als een soort mini eyeliner. Heel onopvallend, maar echt als je dit in de zon... Ik had het net namelijk op mijn hand en toen zag je echt in de zon al een hele mooie sprankeling. Ik zet die onder mijn oog nog even wat extra aan. Dit laat ik even drogen en dan gaan we door met de lippen. En lippen vind ik altijd een lastige bij een festival. Maar ik wilde toch wel even de look afmaken. Dus ik ga iets doen met een mix. Ik begin met Rosewood Pink. Dit is een lipstick van Stradivarius. Maar kijk echt wat jij praktisch vindt. Zelf vind ik lipstick echt totaal niet handig bij een festival. Omdat er nou ook nooit... goede spiegels zijn, dus je kan het ook niet lekker bijwerken. Dus ik doe hem ook gewoon een beetje deppend. Maar natuurlijk zou de look niet af zijn met een beetje goud erbij. Dus ik ga... toevallig is dit ook van Kiko. Deze heb ik al heel lang. Dit is de Cream Crush Lasting Color Eyeshadow in nummer 01. En dat is ook een beetje een gouden kleur. Die ga ik er een beetje overheen deppen. Maar echt waar, kijk vooral waar jij je goed bij voelt. Als je zegt, ik doe gewoon een beetje labello op... dan zou ik doen de Maybelline Baby Lips met een beetje Factor. Helemaal goed. Dat zou ik denk ook doen. Alleen ik vond het nu gewoon leuk om de look af te maken. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien hoe die sproetjes zijn geworden. En als het nou niet zo is, dan zorg ik dat ik er nog even een foto bij doe. Dat je toch even goed kunt zien als de zon erop schijnt. Alhoewel de zon net weg is. Het is echt, het is precies wat ik in gedachten had. Ik ben zo blij dat het gelukt. En dat komt vooral door deze. Als je deze look wil maken, het enige wat je echt nodig hebt, is deze Kiko Supercolor Eyeliner. De rest, weet je, kan je allemaal een beetje ergens een beetje goud vandaan halen. Of je doet gewoon niet eens goud op je ogen, maar... die sproetjes, die zijn echt... Nou, ik vind ze echt heel leuk. Ik zit nog een keertje te kijken. Maar het is gewoon... Ja, als je gewoon recht naar me kijkt... dan zie je misschien niks. Totdat ik ga bewegen in de zon. En dan zie je ineens allemaal die sproetjes opliggen. Goed, ik ben zelf licht hysterisch over dit hele gebeuren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht het zo zijn, doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren hieronder... door op de link te klikken. Ik weet niet waarom ik allemaal stoere moves maak. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En mocht je naar een festival gaan... ontzettend veel plezier... Jee, festivals. Het is met Niels, moet ik zeggen, dat we er niet meer zo heel vaak heen gaan. Maar I love it. Dus mocht je gaan, heel veel plezier. En anders dan wens ik je niet gewoon een hele fijne dag.